Ja, het kon toch niet anders. Zeven keer de Tour winnen en dan zonder doping. Ja. Het is jammer. Mooi sportman, maar ja. Zeven keer de Tour gewonnen. En toch doping gebruikt, ja. Slappe zak. Kort samengevat. Als je het zonder die rommel niet kunt doen, dan moet je op die fiets afstappen. Schandalig. Echt. Niet, het zijn geen sportmensen. Absoluut niet. Jarenlang ontkend en nu tegen Oprah toch bekend. Wat vind je ervan? Ja, eigenlijk niet goed. Maar ja, het hoort er ook, ja, het hoort er niet bij. Maar in dat wereldje gaat het ook natuurlijk wel, ja. Het zal niet de eerste keer zijn. Vooral mijn man vindt het zeer teleurstellend, ja. Want eigenlijk ben je al die jaren ook als liefhebber en kijker genipt. Ja, 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 het held valt van zijn voetstuk eigenlijk, hè, de held. Komt het nog goed met de wielersport? Wat mij betreft niet, nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, niet het vertrouwen komt nooit meer terug. Zo. Nou, ik denk dat die wielersport goed verziekt is wat dat betreft. Maar ja, nogmaals, ik bedoel, in die tijd deed iedereen het. En voor mij blijft het toch wel de grootste wielrenner uit die tijd, hoor. Dus ondanks dat hij de boel bedrogen heeft.